Het eerste idee voor de dag was het structurele idee. Dat was in 2008. Dat was op een nacht, ik weet het nog. Maar om hoe laat precies? Ja, maar het was dan 2:30, ik weet het nog. Ja. Ongeveer 2 jaar later hebben wij voor het eerst over dat idee gepraat. En ja. Toen kwam al het idee om daar een gijzelingssituatie van te maken. En dan nog eens 2 jaar later zijn wij samen op reis vertrokken en zijn wij al begonnen met de personages wat uit te denken. En hebben we de eerste aanzet voor de eerste scenario's gemaakt. Ja, ik vond het leuk om samen te werken. Ik hoop dat ik hier zo meteen bijval krijg, ik weet het nog niet. Maar ik vond het leuk om samen te werken. Het was niet evident, eerlijk gezegd, om privé en werk gescheiden te houden. Je neemt dat toch mee, dat zit in je hoofd. S'avonds zijn daar met twee nog altijd over aan het praten. Dan komt het weekend en je denkt gezellig familiefeest en vorige twee zijn daar terug over bezig. Ja, en andere programma's die ik gemaakt heb, af en toe hadden ze wel een keer een meningsverschil of wordt er een keer even geroepen op elkaar. Maar bij ons, de meningsverschillen, die kun je echt op één hand tellen, zoals we het echt totaal niet met elkaar eens waren. En dan wat Julie zegt, ja, zo het privégedeelte was dan zwaarder, dat werd wat alles overheersend. Er komt geen tweede seizoen, we gaan meteen met het derde verder gaan. Ja, het is niet onmogelijk, maar voorlopig is het nog niet echt aan de orde. Of zei jij al beginnen schrijven zonder dat ik dat weet? Ja, dus... Er is ook, ik speel een rolletje in een komische reeks. Dat is de reden dat ik deze snor draag. Dat is en niet vet. Nee, wel, dat gaan we een keer niet doen. Nee. Ik speel ook een rol in die reeks. En ik zie er nog altijd normaal uit. Ja. Nee, maar mooi is dat eigenlijk wel. Ik ga dus mijzelf excuseren bij deze. Hè. Jonas mag officieel niet laten zien wat er onder zijn pet zit, want dat is nog een geheim voor een andere reeks. Ja. Niemand moet van mij de dag zien. Maar als ze willen, ja, zeer graag. Ik hoop eerlijk gezegd ook dat mensen het 2 keer willen zien. Dat ze zo in retrospect nog eens alles als je het einde al kent, nog een keer opnieuw wilt uitvogelen. En ook als kijker, je wordt wel uitgedaagd om mee te denken. Het is niet zo dat wij je met de paplepel dingen zitten in te voeren die je zomaar moet aannemen. Dus ik denk als je daarvan houdt en je wordt graag geraakt door een serie, dan hoop ik dat de dag iets voor je is.